Linda. En ik ben helemaal alleen gelaten. Ik ben zo verdrietig. Het is mij. Robert. Robert. Waar is Arnie? Waar is mijn doodgeschoten zoon? Ik zal Arnie nooit meer zien. Oh, Roos, ben jij het lief. Jij kon er ook niets aan doen. Oh, wat vreselijk allemaal. Laten wij dit nog dramatischer maken. Kom. Maar Robert. Ja? Arnie komt er gewoon nog wel gezellig bij je eten. Gezellig bij me eten? Ja. Het is nu geen tijd voor televisie of tijd voor een grappige grap. Mijn zoon is doodgeschoten. Arnie is dood. Oh, Robert, Arnie is helemaal niet dood. Arnie is gewoon wel neergeschoten, maar hij had een kogelvrij vest aan. Want hij werkt natuurlijk bij de Nationale Postcode Loterij. Dat is ook op televisie. Ja. En dan heeft hij altijd geld en een kogelvrij vest aan. Dus vandaar dat hij dus... Er is niets met hem aan de hand. Ik Robert. Ben perplex. Maar wacht eens even. Waarom zit je zo te huilen? Arnie heeft mij verlaten voor Linda en ik ga onmiddellijk naar haar toe. Naar Linda. Ga je naar Linda? Ik ga naar Linda. Wat ga je doen dan? Ik ga Linda te pakken nemen. Jij gaat Linda te pakken nemen? Ik ga nu naar Linda. Hé, wacht eens even. Linda is van mij. Ik vind Linda fantastisch. Ik ga nu weg. Ik moet wat doen. Nou, Linda is met mij in Arnie. Let goed op. Dit is voor 2,95 te koop in de feestwinkel en kan niets. Dan een schade, dat doet niks, want het is van suiker, heb ik gehoord. Maar ik ga het wel op de kopstuk slaan. Het is niet gevaarlijk nu. Ik ben bijna weg. Zo is het, aju met een du. Wat loopt daar nou? Ach, dat is het lijk. Ik moet het lijk wegmoffelen. Dank u, dank u, dank u, dank u. Zo, Robert. Ik hoop dat niemand gezien hebt. Dat heb ik gezien. Dat ik heb, hè? Ja. Hier, wie ben jij? Ja, wat maakt dat nou uit? Ik heb gezien wat je gedaan hebt. Ik heb gezien dat je Roos vermoordde. Je bent erbij, Robert. Ben jij het meisje van de televisie? Mm-hmm. Maar ik snap niet hoe je mij kan zien. Ik kan jou toch zien? Ik bedoel, jij kan mij toch zien, dus ik kan jou ook zien. Wacht eens even. Dan weet je wat ik gedaan heb. Hoe kan ik het met je op een akkoordje gooien? Laat me eens denken. Mm. Er ligt een pil op de televisie. Als je die nou inneemt... Een pil? Mm-hmm. Ja, ik zie hem. Dan zeg ik niets. Oké. Ik zal deze pil innemen. Wat is dat voor rare muziek? Oh, hier ben ik. Ik ben Jessica. En dit is mijn kindje. Mijn kindje, allee. En ik heb mijn kindje weer gevonden bij Linda. En ik ben zo gelukkig. Zo blij. Hoe kwam het kindje nou bij Linda? Ach, wat kan mij het schelen? Ik heb hem weer terug. Hé, kindje? Hé, de televisie staat nog aan. Ja, en dat is maar goed ook. Want dan kan ik eens eventjes met jou praten. Kun je met mij praten? Dat is toch gezellig? Heb ik toch nog een vriendinnetje bij de televisie? Ik heb altijd een vriendinnetje bij de televisie willen nou, hebben. Nou, Jessica, die heb je zeker. En weet je wat? Ja. Lijkt me gezellig als we samen gaan vieren dat jij je kindje weer terug hebt. Ja. Dus ik heb alvast een gebakje klaargezet. Ach, wat leuk. Ga jij er maar alvast van smullen en dan kom ik zo. Wat gezellig is dat, dit gebakje? Wat gezellig gebakje. Mm-hmm. Oh, kijk eens wat een leuk plaatje erop staat. Nou, neem ik een hapje? Jij een hapje? Poddelie, Poddelaan, daar ben ik weer. Wat is hier helemaal gebeurd? Het lijkt wel een lawine. Ik wacht eens even. Ik ga eens even kijken waar Jessica is. Jessica, wat ben je? Jessica is er niet meer. Wie ben jij? Je lijkt wel het meisje van TMF. Dat lijkt maar zo. Maar luister even.
Jessica is er niet meer. Ze heeft net een vergiftigd gebakje genomen. En je zult er waarschijnlijk nooit meer zien. En waarschijnlijk de kindje ook niet. Hoe kan dat? Nou! En wat maakt dat nou uit? Wat maakt dat nou uit? Dat zijn even rare praatjes. Maar wat kan ik nu nog doen? Jij denkt dat ik niet echt ben, hè? Nee, natuurlijk ben ik niet echt. Jij kan niet met me praten. Er zit namelijk een glas... stuk glas tussen. Ik zal je laten zien hoe echt ik ben. Oh! Oh! Niet weer! Oh! 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 Arnie, Arnie, waar ben je? Hè, wat een rommel hier. Toch de deuren gaan open. Wat een toestand. Arnie! Arnie! Arnie, je hebt mijn hele feestje met Harm geruïneerd. En hoe kan het nou dat je samen met Harm ineens in een bed lag, terwijl ik net leuk met Harm aan het vieselen vozelen was? Arnie is dood. Waar komt dat vandaan? Hallo, hier. Van de televisie? Ja. Arnie is dood? Wel, nee, meid. Ik heb hem net nog gezien, hoor. Echt wel? Doe die zo gek. Arnie is dood, Robert is dood, Jessica is dood en Roos is dood. Klaar. Robert, Jessica? Oh. En ook Roos? Roos ook? Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Opgeruimd dat netjes. Zal het je sterker vertellen, mevrouw van de televisie? Nou. Hè? Ik neem er een zuur bommetje op. Doe jij dat maar lekker. Want dat, oh man. Terwijl ik liefst op mijn motor wil rijden. Hey, wat zie ik nou? Linda op de grond, hoe kan dat nou weer? Heeft ze zich misschien vergist met het afdrogen? Hey Rick. Ja? Waarom neem je niet die lekkere limonade die daar staat? Vind je vast lekker? Ja, als ik hem daarna maar niet hoef af te drogen. Ah, joh, zeur niet. Ga gewoon lekker die limonade drinken en was hem daarna gelijk af. Je hebt toch die theedoek al in jou. Nou, ik wil het wel doen, maar het is een heel gek kleurtje. Heerlijke limonade. Zo, nu zijn ze allemaal dood. Het hele stel van pittige tijden. Er toch te veel naar gekeken. Geef mij maar... Ja, hij rochelt nog een beetje na. Geef mij maar gewoon de echte Carlo en die reden. Je bent dood. Hij is niet dood. Zou het een vervolg hebben dan? Nou, geef mij maar gewoon de echte Carlo en Irene. Of gewoon echte goede tijden, slechte tijden. Daar kijk ik veel liever uit. Het einde van pittige tijden, weet je wat? Ik gooi er een bom op. Rick, het was voor Ik ben niet dood, hoor. Ik ben springlevend. Oh, nee, mijn kop, man. Je zit te eikelen. Eikel niet zo. Het was echt vreselijk. Het was een vreselijke droom. En mijn vader en mijn moeder en Roos en iedereen was dood. Je bent gewoon een beetje in de war. Je bent een tijdje geleden neergeschoten. Toen had je een kogelvrij vest aan, omdat je altijd op pad bent voor de postcode loterij. Er is nu niets met je aan de hand. En ik heb zin in je. Oh, Linda, kappen, man. Linda, ga maar die... Weeg op de 95 kilo van mijn lichaam af, man. Weet je wat? Ik ga naar mijn vader. Mijn vader, ik ga naar hem toe. Ik moet weten hoe het met hem gaat. Sodemiet er maar op. Ik had ook nooit voor jou moeten kiezen. Ik had Winston in mijn bed. Winston. Ik heb jou verkozen boven Winston. Ik lijk wel gek. Je lijkt wel gek, inderdaad. Stomme blonde. Huh. Ik ga weg. En ik kom nooit meer terug. Zo, dat is het. Maar. Oh nee, is het plafond ook nog naar beneden gekomen? Rick, waar zit je? Rick? Had ik maar een klussersman in de buurt. Nee. Is dat Nico? Hallo, Linda. Nico, je komt als geroepen. Wat is er nou gebeurd? Nico,
Ik heb een probleem van de week. Ja, dat kan je wel stellen. Mijn plafond is naar beneden. Kun je dat even maken, Nico? Nee, Linda. Daar heb je een hele lege stucadoors voor nodig. En ik doe het altijd meestal... Nee? Nee, dit red ik zo niet even. Nou, je bent toch vakman? Ja, dat ben ik ook wel, maar dit heeft zoveel tijd. Een hele plafond naar beneden. 40 stucadoors hebben een week werk. Nou ja, zeg. Ik doe meer liever kleine klusjes. Nou, klein klusje dan. Okay. Bed, dat is ook wat. Mijn bed kraakt. Je bed kraakt. Oh, daar heb ik wel een middeltje voor. Ik zal het even laten horen, Nico. Luister. Ja. Dat klinkt inderdaad niet gezond, Linda. Moet ik even kijken wat ik daar... Daar heb ik al wat voor, hoor. Kun je mijn probleem oplossen, Nico? Ja, hoor. Tuurlijk wel. Dat is wat? Nou, daar ben ik dan weer, hè? Ik heb de hele tijd moeten afdrogen en afdrogen. Dus ik hoop dat niemand nou nog een kopje koffie wil. Nou, ik wissel wel een bakkie. Rick, waar zat je? Als jij zo nog een kopje koffie wil, dan... Nou, dan ga ik wel weer. Hé, wat hoor ik? Wat hoor ik nou daar? Wat een geritsel daar. Hé... Een man in een blauw pak met een snor. Dat vertrouw ik niet. Ik denk dat het een boef is en ik ga nou even kijken wat er gebeurt. Het is een vreemdeling zeker. Die misschien wilt hij mijn motor wil stelen, hè? Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker. Ik ga eens even vragen naar zijn naam. Hé, hey, kom hem hoor. Daar heb ik hem, de dief met de snor. Rick? Ja? Mag ik ook een bakkie? Oh, nee, hè? Dit is Rob. Rob van mijn tuin doen helemaal vergeten. Sorry, Rob. Rick is wat van slag. Zijn dit Rob en Nico? Maar wie is nou Rob? En wie is nou Nico? Hier, ruim op. Oh. En ga ermee afdrogen. Dit moet ook even gedroogd. Ja. Dat vervelend. Dat moet ik doen. Anders gaat ze vertellen. Anders gaat ze vertellen dat Jessica. Nou ja, ik moet het geloof ik doen. Nou, dat hebben wij weer. Ja, dat hebben wij weer. Sorry. Kan dat nooit eens normaal? Nee. Hé. Wat is dat? Maar wat denken jullie dat ik gevonden heb? Een kistje. Ja, jij was aan het poten. In mijn tuin? Nee, ik was aan het planten. Ja. Hallo, mag ik wat zeggen? Ja. Komt dat kistje uit mijn tuin? Nee. Nou ja, ik was aan het planten. Dan is het dus van mij. Laat mij zien. Bloemen? Bloemen. Bekijken. Oh, dit is het boeket van de week, joh. Ja. Weet je wat dit zijn? Dat zijn anjers. Dit is het felicitatieboeket. Dat zijn anjers, ja. Ach, hou nou toch op. Wat een belachelijk gepraat over die anjers. Nou, daar zit ik toch helemaal niet op te wachten. En ik ben het eigenlijk ook zat ook. Eerst Rick, dan jullie. Ja. Ik ben het zat. Ga er alsjeblieft vandoor. Nou, dan komt hier toch geen bakkie. Neem ik een kistje voor mee. Het plafond wordt niet gemaakt. Nee, ja, nee. Nee. Dat kistje kunt u laten staan, hoor, meneer Tuinman. Dag Rob. Nou, dag Nico. Je krijgt tot niet eens tot ziens. Hé, maar dat boeket van de week is wel interessant. Ja, was super. Is die deur nog heel of moet je maar? Ja, hij is nog heel nog op. Maar er zat nog meer in dat kistje. En dat betreft een masker. Is dit het masker van Gordon? Nee, dit is niet het masker van Gordon, want hij lijkt er niet op. Dus wat is dit dan wel? Er zit een briefje bij. Pas op, dit masker heeft magische krachten. Niet opzetten. Daar kan ik nog wel eens wat aan hebben. Oh, ik moet ineens vreselijk naar de wc. Het is mij, Robert. Hé, wat is dat hier leeg in deze ruimte? Dat is nog nooit gebeurd. Ik kom hier om Linda dit geweldige bloemetje te geven. Dat bloemetje te geven. Maar goed. Linda? Linda! Hé. Hey. Verrek. Ik zie daar een doos. En het ruikt hier naar Rob. En Nico. Hé. Hey. Een masker. Dat masker ga ik even opzetten. Wat geweldig.
eens even kijken wat er gaat gebeuren. Robert! Wat zit je nou toch weer aan mijn spullen? Ik zei toch afblijven?